Lot, wat leuk dat je er bent. Alweer? Je bent er al 10 keer, maar goed. Nee, ja, leuk dat je er bent. Sorry, ik zat even te kijken. Ja. Of jij kan hem ook vangen. Ja. Kan ook, hoppakee. Oh, kak. Dat is echt niet mooi. Oh. We doen hem even helemaal opnieuw hoor, jongens. Hey, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van mijn serie Shop Mijn Outfit. Vandaag een hele leuke gast, namelijk Lotte. Hallo. Hey meid, leuk dat je er bent. Lotte heeft vandaag voor mij geshopt bij Lovies. En nou ja, vertel, hoe vond je het? Ja, ik vond het heel leuk. Een keertje shoppen voor iemand anders. Voor een video, nog nooit gedaan. Maar ik vond het leuk om te doen. Ja, vond je het ook niet moeilijk of zo, of eng? Of dat je dacht van ja, ik vind het leuk, maar ja. Vind ik het leuk? Nou ja, eng niet zozeer. Nee. Maar ik heb wel eventjes gekeken op je Instagram van, hè, wat draagt ze nou eigenlijk? En wat zou je leuk staan? Maar ik denk dat het wel goed is gekomen. Goed, de serie Shop Mijn Outfit. Ben je nou een nieuwe kijker? Ik zal het eventjes kort toelichten. Mijn gasten die shoppen één of meerdere outfits voor mij, maar dan in hun eigen stijl. Als ik jouw stijl voorbij zie komen, dan vind ik het altijd heel erg leuk wat jij draagt. Oh ja? Ja, echt waar. Dus ik denk dat wij een beetje bij elkaar in de buurt komen qua... Qua gevoel voor fashion, of in ieder geval qua stijl. Gevoel voor fashion? Nee, gevoel. Ik heb niet heel erg gevoel voor fashion. Ik doe maar wat. Ja, ja, nou, ja. Precies. Maar goed, ziet er altijd leuk uit. Dus ik dacht, nou, ik wil deze meid in de aflevering, want ik ben helemaal benieuwd. Ja, en nou ja, goed, weet je, het is een beetje, we hebben wel een soort van dezelfde soort van stijl, denk ik, ergens. Maar omschrijf toch eventjes jouw stijl. Ja, dat dacht ik dus ook al toen ik jouw foto's bekeek. Ik dacht wel, oh, ze draagt ook jurkjes, rokjes, wel veel kleuren. Ja. Daar ga ik ook vaak voor. Althans, in de winter vind ik het ook heerlijk om voor een volledig zwart outfit te gaan. Ja, ja, klopt. Maar omschrijf mijn stijl. Ik denk toch wel een beetje chic, maar ook wel heel erg vrouwelijk. Wel gewoon, ik ga eerder voor een jurkje of een rokje dan voor een broek. Oh ja, ja, ik heb dat. Oh, ja, toevallig heb ik nu echt een pak aan of zo. Maar ik ben ook meer eigenlijk van de jurkjes en de rokjes en gewoon lekker girly of zo. Ja, en vele kleuren. Dus, ja. Nou, dat is te zien. Leuk pak. Ja, vandaag ben ik natuurlijk heb ik extra uitgepakt. Heerlijk, heerlijk. Goed, voor iedereen die bij mij te gast komt in de serie heb ik een hartstikke leuk cadeau. Namelijk mijn Hallo Sixpack drinkfles. Oh? Ik heb dus mijn eigen drinkfles ontworpen en het is helemaal fantastisch. Want jij bent natuurlijk ook de rennersmeid, dus jij moet een hoop water drinken. The running girl. The running girl. Dus nou, alsjeblieft. Dank je. Ja, alsjeblieft. Ja, ik heb hem hier even al uit de doos. Want ik, ja, zelf ga ik niet meer zonder mijn fles de deur uit. Dus... helemaal leuk. Heel tof. Leuk kleurtje ook. Ja, hè? Heb jij nou zin in de video? Doe alvast een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als je geen aflevering wil missen. Volg Lot natuurlijk ook eventjes op Instagram. Linkje staat hier beneden in de beschrijving. En say no more, wij gaan beginnen. Goed, Lot. Ik heb een paar fashion dilemma's voor jou. Ben je er klaar voor? Ik ben helemaal klaar voor. Online shoppen of fysieke winkels? Online shoppen. Nieuwste collectie of sale? Nou, dan ga ik voor de nieuwste collectie. Zomeroutfitjes of winteroutfitjes? Beide vind ik leuk, maar dan ga ik toch voor zomeroutfitjes. Kleurrijk of zwart? Kleurrijk. Klarna of direct betalen? Altijd direct betalen. Schoenen of tassen? Oh, moeilijk. Schoenen. Oversized of eigen maat? Eigen maat. Laarzen of sneakers? Laarzen. Casual gekleed of altijd om door een ringetje te halen? Altijd door een ringetje te halen. Wekelijks, maandelijks of een paar keer per jaar shoppen? Ja, wekelijks dan natuurlijk. Veel sieraden of weinig sieraden? Mag het ook tussenin? Jammer. Gewoon tussenin. Oké. Ja. Hakken of platte schoenen? Hakken. Broek of jurk slash rok? Jurk slash rok. Veel of weinig designer? Weinig. En nou Lot, ik had er eigenlijk ook niet anders van je verwacht dan jouw antwoorden. Lekker kleurrijk, lekker rokjes, jurkjes. Maar niet heel veel designer, vertel. Nee, klopt. Ja, ik heb dat nooit echt gehad. Dat ik echt per se een tas moet hebben van een bepaald merk of wat dan ook. Ik hecht daar oprecht niet zoveel waarde aan. Oh, grappig. Ja, mij doe je gewoon meer plezier met, denk ik, meerdere leuke items. Ja. Maar dan gewoon van bijvoorbeeld de Zara of, I don't know. Ja, ja. Gewoon echt dat soort grappig. Ja, ik had dat ook altijd, maar ik heb een soort van... Ik ben toch in die verslaving terechtgekomen. Dat ik het echt leuk vind om een hele mooie tas te kopen. Of echt designer schoenen of zo. Dan denk ik, oh, vind ik het zo leuk. Maar dan denk je er denk ik toch langer over na bij ja, een aankoop. Ja, ja. Ja, het is niet even impulsief. Nee. Nou, doe maar eventjes een Louis tasje hoor. Nee. Kom dat maar. Ik ken oprecht mensen die gewoon soms hele dure aankopen doen. En er niet eens van tevoren over nadenken. Denk ik, oh leuk.
Doe ja, dit ga ik gewoon doen. Ja, precies. Ja, misschien als je echt tonnen verdient per maand. Dat je denkt, dat echt die hele stormer. Maar goed, hè. En inderdaad, jij bent meer van het direct betalen en dan niet Klarna. Ik heb nog nooit Klarna gebruikt. I live for Klarna. Ja? Love Klarna, ja. Ja, ik ken het concept wel, maar ik heb het nog nooit gedaan. Ik vind het, zeg maar, weet je wat het is? Ik vind het... te veel moeite om helemaal mijn telefoon te pakken, mijn bankieren app te openen, te richten. Ja, het slaat nergens op. Deze meid vindt het te veel moeite om even haar telefoon te pakken. En dat ding heb ik de hele dag in mijn hand, maar op dat moment denk ik, nee, precies, nu even niet. En jij bent ook niet echt de sneakermeid? Nee, helemaal niet. De enige sneakers waarop ik loop, zoals je weet, zijn mijn running schoenen. Ja, oh ja, ja. Die heb ik elke dag aan, dus. Ja, die heb je inderdaad elke dag aan. Ja, bijna wel, hè. Oh, ja. Maar nee, ja, in het dagelijks leven dan heb ik dus altijd hakken aan, laarsjes, nooit sneakers. Nou, goed, naar aanleiding van jouw fashion dilemma's ben ik echt heel erg benieuwd wat jij voor mij hebt geshopt. Dus laten we naar het kledingrek gaan. Nou, Lot, vertel, we staan bij het kledingrek. Ja. Praat ons er doorheen. Wat is je eerste indruk? Nou, heel kleurrijk. Je hebt geen woord gelogen, inderdaad. Nee. Goh. Wat vind je van de kleuren? Heel intens. Ja, eerlijk draag ik nooit rood, maar ik zie jou er zo in shine. Ja, ik moet meer rood dragen. Het is zo mooi. Ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik mijn eigen outfitje ook bewust hierop heb afgestemd. Oh. Zodat we... matchen. Leuk! Nou, helemaal toe. Maar goed, ik vind het dus heel zonde, want rood staat jou waarschijnlijk echt prachtig. En zeker omdat je zo'n lekker tintje hebt. Dus, en ik vind het ook heel sexy. Ja, rood. Ik vind rood ook heel sexy. Heel vrouwelijk. Ja, ja. Dus het eerste outfitje, dat is een jurkje. Deze. Oeh, ja, heel intens qua kleur. Wat een hoop. Ja, het is wel een heftig jurkje. Ik geef toe. Maar ik denk als je hem gewoon heel basic draagt met niet al te veel tieren het einde eromheen, dat het heel mooi staat. Wauw. En dit zou jij zelf ook dragen als je inderdaad... niet zozeer denk ik als ik nu even de stad inga. Maar sowieso wel op vakantie met een leuke sleehak eronder. Oh ja. En ik vind het bijvoorbeeld ook wel leuk met een slippertje. Het kan eigenlijk allebei. En natuurlijk heb ik ook een leuk sieraadje erbij. Zelf hou ik heel erg van goud. Dus vandaar dat ik ook voor goud heb gekozen. En als ik zo naar jou kijk, heb je ook veel goud in? Ja, ik ben geswitcht in seizoen 1, want ik was altijd zilveren meid. Maar iedereen die shopte maar goud voor mij. Dacht, ik moet echt aan de gouden sieraden, dus ik ben... Daardoor ben je op goud overgestapt? Ja, echt waar. Oh, dat is wel heel en grappig. Daardoor ben ik ook pakken gaan dragen. Ja, het is even een grappig weetje. Ja, ook door de serie van vorig seizoen eigenlijk. Oh, wow. Pakken en goud. Nou, het staat je fantastisch. Dank je, schat. Deze schattige oorbelletjes. Oeh. Gewoon heel simpel, basic. Maar dat vind ik dus wel mooi bij een drukprintje met het jurkje. En erbij heb ik ook nog een kettingtje. Oh. Ja, schattig, hè? Wat leuk. Ja, zelf ben ik ook heel erg van de kettingtjes. Ja. Nou, en heb ik natuurlijk nog een tweede outfitje voor je. Nou, meid. En dat is geen rokje of jurkje, maar een pak. En, ja, dat heeft ze zelf wel gezegd. Hou ik van. Ze is into de pakken. Ja, ik vind dit zelf dus ook altijd heel erg chic. Met allereerst de blazer. Oeh, pretty. Ja, hè. En daarbij deze bijpassende pantalon, hè. Zo moet je tegenwoordig pantalon. Doen. Leuk, wauw. Pittig. Ja, rood. Ja. Maar dan zijn we een nieuw koppel. Zijn we wel helemaal matchy. Ja, toch? Ja, ik vind het echt fantastisch. Ja, ik vind het mooi. Ja, met daarbij nog een wit topje. Oeh. Toen ik deze zag, dacht ik wel van, hoe gaat het eronder staan? Maar zoals jullie zien, heeft ze hieronder ook al een soort van vergelijkbaar topje. Dus waarschijnlijk gewoon helemaal leuk. Ja, het is dus een klein beetje een blote buik. Maar vind ik ook wel sexy. Ja. En je kan het hartstikke goed hebben, dus... Nou, dankjewel. Ja. Wat leuk! Wauw, dit is echt totaal anders dan dat ik zou kiezen, zeg maar. Want dat felle rood, ik zei het net ook al, vind ik gewoon erg gretig intens altijd. Maar ik zie het gewoon, ik zei het net ook al bij jou. En ik denk, het is prachtig, dus maak me gek. Ik wil dit ook aan. Ja, het is helemaal leuk. Wellicht dat ze daar vandaag ook helemaal into de rood is. Alleen maar rood gewoon. Helemaal leuk. Ja, en ook hierbij hoort natuurlijk ook weer een leuk kettingje. Oeh. Ik ben zelf dus helemaal fan van kettingen met munten. Oh ja? Ik weet niet wat het is, maar dat heb ik altijd al heel leuk gevonden. Oh, wat grappig. Ja, en deze is ook weer wat langer. Dat vind ik dus ook heel leuk bij zo'n topje. Nee, hartstikke leuk. Ik ben benieuwd. Ik ga het natuurlijk eventjes aantrekken. Dus let's go. Ik ben heel benieuwd hoe het je gaat staan allebei. Ik ook. Fantastisch. Ja, vind je het leuk? Ik vind het echt heel mooi staan. Ja, echt. Ja, ik vind hem zelf ook echt fantastisch. Inderdaad, de kleuren, I mean. Ja, zie je, maar dit staat je toch echt gewoon, dit staat je echt prachtig. En dan met die oorbellen.
Ja, top. Vond ik ook erg leuk inderdaad erbij staan. En gewoon, het zit ook gewoon lekker. Ja, zit gewoon goed. Ik vind die mouwen hartstikke chill. En, gewoon... en de lengte is ook mooi, ja, vind ik. Ja, ja, ja. Dus ik ben helemaal blij met het jurkje en die kleuren. Ja, I love it. Ja, het springt er echt uit. Ja, 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 helemaal. Ik vind het echt heel mooi staan. En ja, ik sta nu eventjes op mijn sokken. Maar wat voor schoenen zou je hier nou bij dragen? Ja, rond deze tijd zou ik wel voor sleehakken gaan. Leuk? Of nou, gimpje niet, hè? Nee, geen gimpje. Sneaker, nee. Nee, nee, geen sneaker. Geen sneaker. Nee, daar ben jij helemaal niet van. Hou nee, op. Nee. Oké. Okay. Nee, helemaal leuk. Nou, ik geef het jurkje. Ja, en wat zou ik het ranken? Oh. Ja, ik denk dat ik het gewoon een 10 geef. Ja? Ja, oprecht. Want ik heb, als je in mijn kast kijkt, ik heb al zo'n sectie in mijn kast met allemaal van dit soort jurkjes gewoon. Ik ben de jurkjesmeid. Het zonnetje leuk. Schijnt alweer. Ik ben gewoon, ik trek jurkjes uit de kast, dus... past er helemaal bij. Dus ja. Dit is een 10 out of 10. Dit is echt wel een jurkje voor jou. Dus gewoon 10 uit 10. Helemaal top. Leuk. Laat ons ook eventjes weten in de comments wat voor cijfer jij dit jurkje zou geven. En dan gaan wij nu even door met het volgende outfit. Ja, helemaal leuk. Ben benieuwd. Nou, meid! Wow. Lady in red! Ja, ik ook. Vind het helemaal fantastisch! Ja. Ik vind het echt onwijs. Ja, geweldig wel. Ja, ook dit staat je echt super mooi. Thank you. Ja, ik had het niet verwacht dat het me ook. Ja, ik vind het zelf heel erg leuk staan. Dus ik had niet verwacht. Ja, maar dat is leuk. Dat is leuk. Ja, oh mijn god, dankjewel voor deze fit. Heel mooi. Ja, gewoon chic. Ja. En ook die ketting erbij. Oh ja. Topje ook echt perfect, want daar had ik nog een beetje mijn twijfels over. Oh, ja. Maar ja, hij staat je echt super mooi. Echt helemaal amazing. Ja, echt een lekker duo. Zo. Nou, dat ook. Hallo. Ja, deze, ik geef deze outfit echt een 100 van een 10. Dit is echt... Ik wil wel zeggen, want de vorige had je 10 gegeven. Ja, een 10 gegeven. Ik had niet te hoog moeten inzetten eigenlijk. En wat vind je nou van de munten? Oh, de munten. Ja, ook erg leuk. Ja, vind ik ook fantastisch. Ja? Maar dit kan je ook leuk stylen met een turtleneck of zo. Weet je wel, dat je dan zo'n turtleneck hebt en dan gewoon die dingen eroverheen. Ja. Lekker zo gesteld. Heel leuk. Ja. Nou, I like it. Maar als je moet kiezen, welke vind je nou lekker? Deze of het jurkje? Ja, dan wel deze hoor. Ja? Ja. Toch wel. Oké. Okay. Ja. En jij? Ja, ik kan echt niet kiezen. Nee? Ik vind allebei, maar het staat je gewoon super mooi. Wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd welke van de twee outfits jij het leukste vond. Dus laat het eventjes weten hier beneden in de comments. En daarbij, wat zou je dit fitje raten? Wat voor een cijfer zou jij het geven? Zeg ook een 10. Het kan gewoon niet anders. Nou, Lot, echt dankjewel voor vandaag. Jij bedankt. Ja, ik vond het echt een superleuke outfit die je hebt uitgekozen. En ik vind jouw stijl echt amazing. En je hebt me helemaal naar het rood toegetrokken. Ja, toch wel, hè? Ja, zie je wel. Inderdaad. Ja. Vond je nou ook een leuke video? Vergeet dan niet te abonneren en doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet Lot niet op Insta te volgen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei! Doei.